In het kader van de aangekondigde lockdownmaatregelen van dit weekend heeft de nieuwsdienst enkele burgers gesproken. De meningen zijn verdeeld over de totale lockdown op zondag, moederdag. Toch geven de burgers aan thuis te zullen blijven en zich niet onnodig over straat te zullen begeven. Dit in het belang van de gezondheid van de Surinaamse samenleving. Om hem maar klagen van zijn dat hij, want de man vindt dat zonde moederdag. Maar veilig als dat er in de team kwam, ik ga naar moeder, maar hij is niet van moeder, dan zo de maat, en hij is het moeder. Mijn probleem lang een lockdown, ja. Met eigen eerlijk. Mijn probleem lang. Maar, hij toch, maar, ik bedoel dat hij een lockdown is, maar je ziet dat toch. Want mijn wat, zo meer ook, maar je ziet dat aan de rapen. Ja, ik weet het, maar strot, ja. Suma bim mau firen, maar suma nabi mau firen. Maar mikara des masa abim ma. Eu da kalku da masa tra. Wis da tanga deng da ma tanga deng sa da. Kada da for da da. Ya, masa da hati ni akstap kena kan. Well, it's well heel vervelend, want een er zijn mensen die misschien wel plannen hebben gemaakt om op de zondag misschien iets te gaan doen met hun gezin, vrouw of moeder. En dan door dat hier COVID gebeuren, is dat een gecanceld. Ik treur het ten eerste. Jawel. Ik ben er niet eens mee, maar de map wordt geregeld bij eenmaal en we gaan ze moeten meeleven, we gaan moeten samenleven ermee. Dus heb je toch ook kan de map wordt geregeld bij en even over 3 jaar regelen. Natuurlijk zijn er consequenties daaraan verbonden, dus we gaan ze moeten naleven. Al dus enkele reacties van burgers over de partiële lockdown van dit weekend.